Hoofdstuk 17, som 45. Nou staat er, de arctangens van tangens pi. Ja, ja. Maar weet je wat, we maken gewoon even een schetsje. Iemand anders zegt, oh, maar dat is dit en dit. Maar als je het niet ziet, dan zie je het niet. Ik heb hier pi, hè. Wat is de tangens van pi? Nee, de tangens van pi is de tangens van 180 graden. Nou, hoe construeer je ook alweer de tangens? He, dat vectortje, he, die hoek, die loopt zo. En dan moesten we hier een lood, maar ja, die is natuurlijk 0. Want de tangens is de sinus schilder, de cosinus, en de sinus van pi is 0. He, dus deze is 0. Dus wat zouden we nou kunnen doen? Dan kunnen we zeggen, oh, maar wacht even, dan vul ik dat in. Dan krijg ik hier arc tangens 0. Dan staat de arc tangens is de hoek waarvan de tangens 0 is. Bij welke hoek is dat zo? De hoek? Ja, dat is ook bij 180 graden. Ja, bij 0 ook trouwens. Je zou hier gewoon in kunnen vullen 0 plus k maal pi. Zou ik het dan zo een keer opschrijven? Want hier was heel onduidelijkheid over. Die k is een tellertje van 0, 1, 2 enzovoort. Hè? Nee, want bij de tang... Kijk, ik zoek hoeken waarbij die 0 is. Nou, bij 0 is die 0. Bij pi is die 0. Bij 2 pi is die 0. Bij 3 pi. Hè? 0, 1, 2, 3 enzovoort. Had je hier neergezet, is pi... Was ik ook blij geweest. Oké, okay, gaan we naar som B. En uiteindelijk zat de vraag bij D, geloof ik, hè? Ja. Doen we die zo ook. Arccosinus. De arccosinus van cosinus min pi. Nou, min pi is links, dat is hetzelfde als pi natuurlijk, hè? Dus we maken meteen een plus pi van. Want die verwarring, dat geloof ik wel. Zo. Goed zo. Wat is de cosinus van pi? Nou, is eigenlijk is min 1, hè? Min 1. Dus dan ga ik invullen. Is arc cosinus min 1. En nu staat er, wat is de arc, de hoek, waarvan de cosinus min 1 is? Kijk eens naar het plaatje. Welke hoek hoort erbij? Ja, pi. Goed zo. D, hè? Dat denk ik. Het is weer steeds hetzelfde idee. Arc sinus 2/3 pi. Nou, we gaan een plaatje maken. Er zijn vast heel veel mensen die het in één keer zien. Uitstekend. Er zijn ook mensen die zien het niet. En daarvoor maken we dit plaatje. Ik maak alleen de bovenste helft van de eenheidscirkel. 1. Hier staat 2/3 pi. Hoeveel is 1/3 pi? Ja, nou, je zit met, wat ik eigenlijk bedoel, ik moet het duidelijker vragen. 180 is pi. Pi gedeeld door 3 is 60. En 2 pi gedeeld door 3 is 120 graden. Goed zo. Dus ik heb hier die 60 graden. En ik heb hier... Op dezelfde hoogte natuurlijk, hè, als ik het zo doortrek. Hier heb ik die 120 graden. 120 graden, zo. Nou zeggen ze, wat is de sinus van 2/3 pi? Nou, als ik hier nou... Dit is de sinus, hè, want die schuine is 1. Dus ik kan hier direct de sinus aflezen. Maar die is natuurlijk even hoog als die. Maar ja, ik weet de sinus van 60 niet uit mijn hoofd. Wat ik wel weet is deze. Kijk, als dit 90 is en dat is 60, hoe groot is die dan? Wat is de sinus van 30? Ja, die weet ik uit mijn hoofd. De sinus van 30 is dus dit stukje is een half. Dat stukje is 1. Kan ik dan die i berekenen? Ja, Pythagoras, daar gaan we. Dan krijgen we 1/4 plus i kwadraat is 1. Oftewel, i kwadraat is
3 vierde. Oftewel, I is een half wortel 3. Hè? Nou, dan is deze bruine die hier zit, is ook een half wortel 3. Zo. Nou, in ieder geval een plaatje. Nu gaan we eens even kijken wat er gevraagd wordt. We hebben de sinus van 2 derde pi. Nou, kan ik ook zeggen, is arc sinus van sinus 1 derde pi. Mag ook, hè? Dan zit je even met die haakjes. Je kunt ook zeggen, ik doe daar ook nog haakjes omheen. Uitstekend. En nu zeggen we, oh, dat weet ik wel. Arc sinus, die 1 derde pi, heeft een sinus van een half wortel 3. En dan staat er, arc sinus een half wortel 3. Van welke hoek is de sinus een half wortel 3? 60 graden. Heel goed, 60 graden. Dus eigenlijk had ik deze hele exercitie niet hoeven doen. Ik had hem dus zo op kunnen schrijven. Ja, ik had die zo op kunnen zeggen. Oh, is 2 derde pi. Want wat staat hier? Zoek de hoek waarvan de sinus sinus 2 derde pi is. Ja, dat is natuurlijk gewoon 2 derde pi. Mag je dat in één stap opschrijven? Ja, voor mij wel. Mag je in één keer opschrijven.